Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag ga ik weer vragen behandelen die wij de afgelopen dagen heel veel gekregen hebben. En dat is wat te doen bij buikpijn, een opgeblazen gevoel of gewoon maagkrampen. Nu ben ik op zoek gegaan, heb ik het internet afgespeurd voor jullie en ben ik op een hele leuke oplossing gekomen. En hier heb je maar twee ingrediënten voor nodig. Melk, halfvol, vol, mager, maakt niet uit wat jij lekker vindt. En munt. Dat zijn eigenlijk de enige twee ingrediënten die je nodig hebt. En wat de bedoeling hiervan is, je gaat de melk ga je verwarmen. Zorg er alsjeblieft voor dat het niet op een te warme of te koude temperatuur is, zodat je maag niet van slag raakt. Je wilt tenslotte je maag wat kalmeren. Mocht je melk nou echt niet lekker vinden, kan je het ook altijd met thee maken. Alleen doe er in ieder geval een beetje melk doorheen. Melk zorgt namelijk voor de kalmerende werking op je maag. Het is de bedoeling dat je eerst de melk gaat verwarmen. Dat gaat mijn loopjongen zo meteen even voor me doen. Wie is jouw loopjongen? Jij, natuurlijk. Het is heel erg belangrijk dat je eerst de melk verwarmt en daarna de munt erbij doet. Mocht je de munt al in het glas hebben gedaan met de melk en je gaat het verwarmen, dan wordt het soppig en dan wordt het echt smerig. Dat wil je niet. Dus we gaan eerst even de melk verwarmen. Dankjewel. Melk is goed warm. Vervolgens doe je gewoon het minblaadje erin. Laat je 5 tot 10 minuutjes heel zachtjes weken. En als je dit drinkt op een volle maag, op maagkrampen of gewoon een vol gevoel, dan zal je zien dat het als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Vond jij deze video nou handig? Vergeet niet rechtsonder een duimpje te geven en je linksonder even te abonneren. En laat ons alsjeblieft even weten in de reacties of het heeft geholpen voor jou. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig!